the bonds personeel Slans Hospital, BPLH, heeft een petitie ingediend bij de collectieve landsdienarenorganisatie, CLO. Tijdens een spoedbijeenkomst heeft de bond vandaag aangegeven dat het personeel een salarisverhoging van 75% wil. Imro Edman, voorzitter van de BPLH, haalde dat aan dat het personeel met het huidige salaris niet meer uitkomt. Aan de spoedbijeenkomst op het terrein van het ziekenhuis is de bond samen met haar leden getogen naar het CLO-gebouw om daar de petitie in te dienen. Edman haalde aan dat deze actie van de BPLH gezien moet worden als een duidelijk signaal voor verandering. Wanneer we kijken de structuren, de vakcentrale die moeten opkomen voor de belang van de landsdienaren, wat zien we allemaal gebeuren? Adjer de mannen bezig aan de serepie. En dan rotzooi dat uno teki. We gaan nu, persoonlijk ben ik een man die de structuren goed volgt. En voor mij is het CLO Gemeenelandsweg. En daar gaan we ons zeggen doen, we zijn lid vandaar. En we gaan ook aangeven, want eerlijk, wat ik zie, de regering gaat gretig gebruik van maken voor een situatie, omdat mannen die zich vakbondsleiders noemen, een pot de belang na visie. Dat is een belang voor oude command. Edam haalt verder aan dat deze actie van de bond bij het Slans Hospital niets te maken heeft met politiek. Hij zegt dat de actie van de bond te maken heeft met de recente devaluatie van de SRD. Ja, maar is het politiek? De politiek, mensen, ik zeg, look nou, in akkoord is het sana politiek. Alles sana politiek. Maar wanneer ik bezig ben met mijn verantwoordelijkheden en in een man die ja, zolang je eerlijk, kan jij dat beamen. Maar ieder weet, Edam is geen schijn. Edam is een open boek. Ik ben geen fake. Ik ben ook geen diplomaat, want die liegen. Ik ben een man die open alles zegt. En in wat man zegt dat Edam heeft een kleur. Maar tenmin, ik doe mijn verantwoordelijkheid. Kleur niet tel naar mij. Dat weten jullie. Imro Edam, voorzitter van de bond personeel Slans Hospital. Hij sprak vandaag tijdens een spoedbijeenkomst met de leden van de bond op het terrein van het ziekenhuis. De bond eist een salarisverhoging van 75%.